Een vrachtwagen van de firma Krekel staat klaar met materiaal voor het te bouwen brugwachtershuisje. Ze zijn gemaakt door het personeel van Rijkswaterstaat in de werkplaats Te Markelo. Hier bevond zich de toegang vanaf de Deventerkant naar het Overijsselskanaal, waar ook de tol werd betaald aan brugwachter Aptoor. Maar eerst even een kennismakingsronde. Links de woonark van brugwachter Toorn en zijn familie. Drie wachtende schepen met de bestemming Raalte. Een spits komt het kanaal uit. Deze had toen al een stuurstik in plaats van een stuurwiel. Ik meen omdat deze man minder valide was. Dezelfde spits varend in de richting IJssel. Links ligt ook nog een verlengde tjalk. Hier passeert een zeer oude zeilklipper de brug. Deze heeft een buitenboordmotor aan stuurboordzijde. Deze is aan boord gehesen om de brug te passeren. De man voor op het dek is drukdoende deze weer te laten zakken om zijn weg te kunnen vervolgen richting IJssel. De motor voor de aandrijving stond op het dek en een lange as met schroef hing schuin naar beneden in het water. Links weer de woonark van de brugwachter. Nu volgt een stukje film uit januari 1976. De spits Arina vertrekt richting Raalte. En Aptoorn opent de brug. De bedieningskast bevond zich naast de noordelijke pijler van de brug. En is op weg naar het volgende obstakel, de spoorbrug. Het nieuwe zeshoekige brugwachtershuisje krijgt al aardig gestalte. In het huisje Jan Borges en Jan Overmeen van Rijkswaterstaat. Beide wonen ze in Badmen. De dakdekkers van de firma Klein Velderman uit Holten zijn hier bezig. Op het dak de heer Zwiers en met de rol op de schouder is Jopie Varenbrink. In het midden Jan Borges en Jan Overmeen. De Kruddenbrug in de 70e jaren. We gaan nu weer een filmpje bekijken uit 1980. Rechts staat de kantonier van dit gedeelte van het kanaal, de heer Goorman. De kantoniers Klein Nagelvoort en Gjaltema zijn hier bezig een omleiding te maken, omdat de brug gesloten wordt in verband met renovatiewerkzaamheden.
Hier nogmaals de heer Goorman in gesprek met een melkrijder. Er nadert een schip en de kastelein van Café de Kruttenbrug, waarschijnlijk is dat de heer Hagen, opent de brug. Deze Elsje N heeft rollend draad aan boord voor de staalmattenfabriek van Merkenstein te Raalte. November 1983, we zijn weer terug bij de Snippeling. De Vios uit Deventer komt het kanaal uit. En op de achtergrond de bouwmateriaalhandel van Klosters. Eind november 1983 werd de brugbediening gemoderniseerd en kwam nu in het brugwachtershuisje. Deze moest daarvoor dichter naar de weg verplaatst worden voor een beter zicht op het wegverkeer. Er werd door Rijkswaterstaat een nieuwe fundering gemaakt. Jan Borges egaliseert hier de grond en dan kan het hijskarwei beginnen. Met hier de heren Abtoorn, Jan Borges en Lubbert Zwolle, de opzichter. Ook kwam er een nieuwe aardleiding die hier ingedreven wordt. Voor de stroomvoorziening van de slagbomen en lampen aan de overkant werd een zinker in de kanaalbodem gespoten. Er volgt nu weer een stukje film van dit gebeuren. Met rechts Jan Borges. En ook Thea Toorn, de vrouw van de brugwachter, aanschouwde dit gebeuren. Ab Toorn doet links zijn best, ondanks het gemis van zijn linkerhand
en rechts enkele vingers. Opzichter Zwolle van Rijkswaterstaat heeft de algehele leiding. De zinkerspuitgasten maken hier de bodemrol om de zinkerbuis in te laten zakken. We sluiten af met een sfeervol plaatje vanaf de Zandbelterbrug. Een afgemeerde boot met loopplank uit. In de 70er jaren.